Als het Halloween is, wat wil je de kinderen dan geven zodra ze voor de deur staan? Een appeltje voor de dorst? Nee, dat kan niet meer. Dat is echt ouderwets. In deze tijd gaat dat echt niet. Maar wel ander fruit. Fruit in vorm van snoep. Dat is er ook echt. Hoe lekker het is, geen flauw idee. En daarom wil ik het ook uitproberen. In dit geval is het extra zuur. En de smaak is watermeloen. Zure watermeloen dus. Het merk is Fini. Ik dacht Spaans of Italiaans. Een van de twee. In ieder geval heel veel informatie ook weer in het groen en rood. En in het ontzettend kleine lettertjes. Ja, ik kan er niks van uitmaken. Ik kan wel een... Ja, zie je wel, ik zat het toch goed. www.fini.es is dus toch Spaans. Die website kunt u eventueel bezoeken. En voor de rest staat er eigenlijk niet zo heel veel informatie bij. Natuurlijk heel veel ingrediënten in het klein. En een streepjescode. Nou, zal ik het maar uitproberen. Dan krijg je dus een matje die je helemaal uit moet rollen. Extra zure watermeloen dus. Nou, blijf even staan. Zo. Hup. Nou, laat ik eens een hapje proberen. Daar gaat hij. Het is inderdaad zuur. Ja, overdrijf ik een beetje. Ik kan er best tegen. Welke zuurtegraad kan je aan denken als je dit koopt? Of in ieder geval nuttigt. Nou, als je het kinderen zou geven, zouden ze haast zeggen... Dat is bijna zo zuur als zoutzuur. Zo overdreven dus. Nee, je kan het vergelijken als citroenzuur. Uiteraard kan dat niet te zuur zijn, want ja, dan nuttig je het gewoon niet. Dan is het niet lekker. De smaak is inderdaad watermeloen. Een vrij krachtige smaak. Vrij natuurlijke smaak, al is de smaak misschien nagemaakt. Maar dat proef je er niet aan af. Zou ik het zelf nog een keer kopen? Nee, ik weet het niet. Het is wel leuk als een gift. Dat sowieso, of voor kinderen. Je zou het eigenlijk het algemeen kunnen vertellen dat dit een onrijpe watermeloen is. Iets om naar huis te schrijven dus. Dit was Glide & Jealous met een Fini Roller. En dit keer was de smaak zure watermeloen. Ik dank u wel voor het kijken. Dag.